Hij heeft hiervoor bijvoorbeeld in Londen gestaan, 250.000 bezoekers. Hij komt over een maand in Dublin, hij heeft in Wenen gestaan. En dat zijn dus allemaal bezoekers met 100, tentoonstellingen met 100.000 plus bezoekers geweest. Sas jochtet eruit, de tentoonstelling die naar Ljouwert komt. De ieren en spieren van de grootste besten worden vertoond. In de grote steden van de wereld lutsen het intussen al miljoenen mensen. Van Detroit tot Londen en nu dus Ljouwert. Uniek. Het is een hele grote internationale productie waar ik al 3 jaar mee bezig ben om die naar het museum toe te krijgen. Maar eigenlijk is het museum wat te klein, is Leeuwarden wat te klein, is er wat te weinig achterland. En dat kelt de sfeer. Maar sinds we culturele hoofdstad zijn, is het gesprek toch wat gekanteld en zijn we opeens interessanter geworden. En ja, het is dus nu gelukt om voor de komende herfst Animal Inside Out hier in het Natuurmuseum Friesland te krijgen. Het is misschien wel een van de eerste opbrengsten van culturele haatsted 2018. Het hele museum zal op een kop matten om de tentoonstelling te bergen. We zijn nu al bezig om na te denken over de logistiek. Hoe zorg je dat de mensen op een prettige manier ontspannen erdoor kunnen? Dat iedereen de tijd krijgt om het rustig te bekijken. Waar moeten de buggy's staan? Hoe zorg je dat de rij droog staat eventueel voor het museum? Want we verwachten er wel wat van. We gaan toch uit van rond de 40.000 mensen, 45.000 mensen tussen oktober en januari, dat we die hopen binnen te halen. Er is ook in je mens te zien. Animals Inside Out bloedt 3 maanden in Ljouwert.